Goedemiddag dames, het is deze keer geen dames en heren, maar goedemiddag dames. Ik ben blij dat jullie in zo groot getal gekomen zijn vanmiddag. Wij vinden het een enorme eer dat we vanmiddag Petra Vasseur in de winkel hebben. Tweevoudig winnaar van de Theodor, dat zijn er niet veel die dat twee keer gewonnen hebben. Ja, dat mag wel gaan lachen, maar het is echt zo. En op een dag, Petra, kwam hier ook wel eens boeken kopen. Soms ging dat niet helemaal goed in het begin, maar tegenwoordig gaat dat allemaal prima. En heeft gevraagd van, goh, zou je het leuk vinden om? En dat vonden wij natuurlijk ontzettend leuk. Petra gaat vandaag voordragen uit het werk van Arie Schmid. Onder andere uit de bundel Die van Die van U, dat is deze. Die vorig jaar bij Van Oorschot verschenen is. Een heel bijzonder bundeltje, er staan zowel kinder- als volwassenenversjes in. En het is gebonden en met de hand genaaid. Toen het boek heel snel uitverkocht was bij de eerste editie, duurde het heel lang voordat er een tweede druk kwam. Omdat al die katernen met de hand ingenaaid waren. En dat maakt het heel bijzonder. Maar het is nu ruimschoots leven. En ik wens jullie een heel gelukkige middag, Petra. Ik dank u. Goedemiddag, Arie Schmid. Aan een klein meisje. Dit is het land waar grote mensen wonen. Je hoeft er nog niet in, het is er boos. Er zijn geen veeën meer, er zijn hormonen. En altijd is er weer iets anders loops. En in dit land zijn alle avonturen hetzelfde. Van een man en een vrouw. En achter elke muur zijn andere muren en nooit een eenhoorn of een bietenbouw. En alle dingen hebben hier twee kanten en alle teddyberen zijn hier dood. En boze stukken staan in boze kranten en dat doen boze mannen voor hun brood. Een bos is hier alleen maar een boel boom en de soldaten zijn niet meer van tin. Dit is het land waar grote mensen wonen. Wees maar niet bang, je hoeft er nog niet in. Merkwaardigerwijs was dit, kunt u me verstaan? Zullen we het zo maar vallen? Dit is het gedicht wat ik gedaan heb voor mijn toelatingsexamen van de toneelschool. En toen ik daar kwam op voor dat examen en ze aan mij vroegen, en wat is het gedicht dat je voorgedragen, toen zei ik dus aan een klein meisje van Arie Schmid. Dat was niet helemaal de bedoeling. Dat we zeggen, ik heb het wel gedaan, want ze hebben zich keurig gehouden, maar ze vonden het toch een beetje minder. Was het Achterberg of Bloes of Vondel, liever dat was beter geweest. Maar ik kwam hier met Arie Schmid en achteraf vond ze toch wel mooi. Ik ben geslaagd ook, gelukkig. Hoewel, en ik moest overigens, dat denk ik nu ineens, ik moest een gedicht doen, onder andere, en monoloog. Maar ik wist niet waar een monoloog was, want ik was 16, dus ik wist ik veel. En toen kwam ik op de straat, kwam ik Wim Kan tegen, die ik goed kende. En toen zei ik, god, oh Wim, ik moet een monoloog doen, maar weet jij wat het is? Toen zei ik, nou, kom maar morgen in het theater, want daar heb ik wel iets voor je. Dus toen kwam ik bij hem in het Leidseplein-theater. En toen had hij een nummer van hem. Want ik weet helemaal niet eens hoe het heet. Verdrongen heb ik weet niet wat. Een nummer van Wim Kan zonder muziek, niks. Dus dat heb ik uit mijn hoofd geleerd. Dus toen de directeur van de school vroeg, en wat doe je vanmiddag? Dat we het optreden hadden, dus een gedicht van Arie Schmid en een nummer van Wim Kan. Nou, dat was echt. Maar ik mocht erin. Goed. Ja, wat een vreugde voor mij was het toen ik dit beeldige bundeltje, het is echt zo beeldig, het is zo mooi gemaakt, het is een mooi dun druk papier. Toen ik het opensloeg en dat gedichtje waar ik mee toelatingsexamen had gedaan, dat ik dat hier als eerste in zag staan. Mijn vader en moeder waren allebei aan het toneel, Cees Lazeur en Mary Dressenhuis. En vlak na de oorlog, in 1945, gingen ze scheiden en mijn vader vertrok naar Den Haag. En ik was 5 toen, dus ik zag mijn vader eigenlijk nooit meer, want dat was voor iemand van 5, ging hij niet naar Den Haag, dat was onmogelijk in die tijd. Dus ik zag hem eigenlijk nooit, ja, 1 keer of 2 keer per jaar of zo. Ik bedoel, een week hier logeren en een week daar logeren of wonen of hoe dan ook, dat bestond niet in die tijd. Alimentatie ook niet trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik zag mijn vader dus nooit. Totdat de
familie Doorsnee, dat is zijn lichtzaak. Ik weet niet of iemand nog weet wat de familie Doorsnee is. Nou, dat was in 1952 zo ongeveer. Toen begon de familie Doorsnee. En dat was een ontzettend succes. En mijn vader speelde in die serie. Voor wie het niet weet, de familie Doorsnee was een radiohoorspel. Wat iedere maandagavond werd uitgezonden. Een half uur van 8 tot 8:30. En dat was in 1952. Ja, in 1952. Dus er was nog geen televisie. Dus radio was het enige vertier wat we hadden. En dat sloeg in als een bom werkelijk. Want het was de eerste serie voor de radio. Want Annie Schmid had de opdracht gekregen van de VARA om dat te schrijven. En dat was de eerste serie, een hoorspel, met humor erin. Waar je vreselijk om kon lachen. En het ging om een familie, een vader, een moeder, een zoon en een dochter en een huishoudster. En die woonden ergens in Nederland. En de vader had een boekwinkel, een kantoorboekwinkel. En de moeder was echt huisvrouw. En die twee, dochter en zoon, waren van een beetje onbestemde leeftijd, de jaren 20, en hadden allemaal... Iedereen had zo zijn problemen en die problemen waren herkenbaar voor het hele land. Dat hele land wat in opbouw was. En al die dingen die Annie Schmid in die serie schreef, was herkenbaar voor iedereen. Dus iedereen kon zich enorm mee identificeren. En de opdracht die ze ook had gekregen, er moesten twee liedjes in per uitzending. Die uitzendingen werden eens in de 14 dagen opgenomen. In het muzieklyceum. En het muzieklyceum was een beeldig, geloof ik in mijn herinnering, een beeldig Amsterdamse schoolgebouwtje. En dat stond, als je nu het Hilton Hotel met je neus naar het Hilton Hotel staat, aan de linkerkant waar nou die drie scholen staan, daar stond het muzieklyceum. En het was inderdaad, het was een soort school waar je muziekles kreeg. En die hadden een heel klein zaaltje voor 40 mensen zo ongeveer. En een heel klein toneeltje. En daar werden die twee uitzendingen, eens in de 14 dagen, van de familie Doorsnee opgenomen. En dat was voor mij ontzettend leuk, want toen is het heerlijk om daar te zijn. Maar dat ik mijn vader dan eindelijk eens een keer zag. Dus dat was voor mij een leuke tijd. Niet dat mijn vader enige tijd voor me had, want hij had het anders dan zijn hoofd. Maar toch, ik hoorde daar een beetje bij. Ik hoorde een beetje bij die familie en ik was daar de hele zaterdag bij de notities. En dan de hele zondag als ze die opnames maakten. En het was een enorm succes, die familie Doorsnee. Dat was voor het eerst in tijden toen dat de straten stil. Dat het stil was op straat als de familie Doorsnee werd uitgezonden. Ja, ik kan het je niet voorstellen. Net zoiets als nu een finale van een voetbalwedstrijd. Of voor vanavond natuurlijk, voor zo'n festival. Maar in Doorsnee... Ja, daar zaten fantastische liedjes in. Fantastische liedjes in. En eentje daarvan was van de dochter des huizes, Lisbeth geheten. En die had altijd problemen met baantjes waar die ze niet leuk vond. Of een ongelukkige liefde natuurlijk, of ik weet niet wat. Enfin, ze had toen een baantje als secretaresse op een kantoor. En daar was het volgende liedje van. In gevolge de gewijzigde tarieven zenden wij u in gesloten dubbelpunt. Oh, wat zijn het toch een akelige brieven. Als u omgaat uw beslissing melden kunt, hè, wat schrijven al die zakenmensen toch een nare taal. Waarom schrijven ze niet allemaal? Geachte cliënten, het wordt lente. Wat zullen we nou eens voor prettigs gaan doen? Geachte cliënten, het wordt lente. De merel zingt aria's in het plantsoen. Hij heeft zijn tarief niet gewijzigd dit jaar, dus wij doen het ook niet. We laten het maar. Wat kan het ons schelen, die centen? Geachte cliënten, het wordt lente. Mijn in gevolg op ons schrijven van de 17e hebben wij de eer. En inmiddels, heren, bij het verblijven. Waar zit die lamme komma nou ook weer? Wat hebben al die zakenmensen toch een nare toon? Waarom schrijven ze niet heel gewoon? Geachte cliënten, het wordt lente. We hebben al 3 maanden liedjes gezien. Geachte cliënten, het wordt lente en morgen dan bloeien de tulpen misschien. We gaan dus gezellig op stap met de fiets. En al onze goederen, die krijgt u voor niets. Wat kan het ons schelen, die centen? Hoogachtend, komma, wordt lente. U zou ons
U zou ons echter onze firma zeer verplichten als u... Kijk, nou zit die wagen klem. Als u ons per omgaan wilt berichten, en dan tik ik weer berichten met een M. Waarom moet je in die brieven altijd zo gewichtig doen? Waarom niet met vele groeten en een zoen? Geachte cliënt, dat met lente. Ah, ja. Heerlijk zo'n lente. Ja, nee, dat zo'n Via de Rana, ik weet niet of je het weet. Ja, Via de Rana was een fantastische stem had ze. Heel, heel goed. En daar was onder andere ook in, Kees Brussen speelde daar de zoon in. Kees Brussen, waar ik op mijn 2 jaar later, op mijn 14e, waanzinnig gevierd werd. Dat is veel ouder, was het niet. Heerlijk. Ja, daar heb ik hem nog vaak verteld later. En die had een ongelukkige liefde in die dinges. Dus, zonder jou heette dit. De wereld is wonderlijk leeg zonder jou. Er staat maar zo weinig meer in. De hemel is al zo hinderlijk blauw. Waarom? Wat heeft het voor zin? De merel zit zachtjes te zingen in het groen. Voor mij hoeft hij heus zo zijn best niet te doen. De wereld kon vol van geluk zijn, maar nou, leeg zonder jou. Dat zonder jou nog een lente bestaat, met ooievaars en met bloemen. Dat er een meidoorn in bruidstooi staat, is zonder meer tactloos te noemen. En wat is het nut van een lindenlaan, als wij er samen niet langs kunnen gaan? Langs alle heggetjes bloeit de wilde roos, nutteloos, zinneloos. De wereld is wonderlijk leeg zonder jou, er staat maar zo weinig meer in. De hemel is aldoor zo hinderlijk blauw, en waarom, wat heeft het voor zin? De merel zit zachtjes te zingen in het groen, voor mij hoeft hij heus zo zijn best niet te doen. De wereld kon vol van geluk zijn, maar nou leeg zonder jou. Prachtig, ja. Hier. Kijk, op mijn lijstje. Oh ja, er was in de. In de familie Doorsnee was ook een huishoudster. En het was Sjaan. Sjaan was onverbloemd, hoewel het geheel zich afspeelde ergens in Holland. Was Sjaan, die was de onverbloemde Amsterdamse dame. Maar ze had een vriendin, een Rotterdamse vriendin had ze, en dat was Ali. En Ali kwam ook zo nu en dan op. Maar en Ali, Ali en Sjaan, die konden het samen wel goed vinden, maar ze hadden toch dat Rotterdam en Amsterdam, dat bleef toch iets onder hun. Dus er was een lied en dat heette Amsterdam-Rotterdam. Wanneer ik 's morgens aankom in de regen in Amsterdam op het Centraal Station en ik sta daar zo te wachten op lijn 9, dan schijnt voor mij direct alweer de zon. Daar rij ik langs het Rokin en ik zie een singel en bij de Munter staat een pyramid. Ach, hoor je dat geroepel en getingel, dan is het of je bij je moeder bent. Je kan als Amsterdammer nergens anders wennen. Ik heb zo'n meelij met lui die dat niet kennen. Het is toch zo jammer voor een Rotterdammer. Hij heeft geen Amstel en geen Rembrandtplein. Dat is een groot gemis. Want als dat er niet is, dan is geen enkele stad een stad voor mij. Hij heeft de Maas met al die bootjes van het Spido. Geef mij maar liever het Leidse Bossie met het Lido. Het is toch zo jammer dat hij dat nog nooit heeft gehad. Maar voor de rest is Rotterdam een fijne stad. En dan zingt Ali, of zij, Ali. Altijd als ik binnenkom bij avond en ik kijk zo om me heen bij het DP, al is de stad nog zo gehavend, ik voel me dat toch altijd weer oké. Al is er van de blaak dan niks gebleven, de Hoogstraat naar de bliksem toe, helaas. Voor ons blijft Rotterdam nog altijd leven. En wat er niet kapot kan, is de Maas. En dan, de nieuwe stad wordt mooier dan die oude. Wij hebben de ruimte om een echte stad te bouwen. Het is toch zo jammer voor een Amsterdammer dat hij geen plaats heeft voor zijn eigen snelverkeer. Want in de Leidse straat al waar de tram doorgaat, daar speelt hij kruip door, sluip door, alle dagen weer. Hij kan nou pochen op zijn mooie oude grachten. Maar het verkeer moet zich het apenzuur staan wachten. Hij zit zo vastgeklemd als haring in een vat. Maar voor de rest is Amsterdam een fijne stad. Ja. Ja.
wat van Annie Spitzer, ze heeft een ijzersterk metrum. Hè. Het is als ze het eenmaal een metrum heeft, dan houdt ze het ook keihard vast in het vet. En soms heb je een zin dat je denkt, hè, dan klopt die niet zo als een zin. En als je hem dan leest, maar helemaal met je vinger bij de lettergreep, dan klopt het altijd weer. Dat is fantastisch. Ja, het is toch een wonder, hoor. In Doorsnee was ook een liedje en dat zong mijn vader. En dat zong hij op een moment dat zijn dochter Lisbeth ging trouwen. En dat zong hij, en dat staat nergens in. En toen vond ik thuis een 33 torenplaat, een langspeelplaat, met liedjes van die Doorsnee, moet je je voorstellen. En ik heb een pick-up, dus dat heb ik gedraaid, dan stonden weer de heerlijkste dingen op die hier overigens niet in staan. Maar er was een andere liedje en dat heette Je hoort niet meer bij mij. En dat weet ik alleen nog het refrein van, maar dat was eens was je een klein meisje, het gaat allemaal zo gauw. Nu ben je nog een dochtertje, maar straks ben je mevrouw. Dan kom ik op visite zo dikwijls als ik kan. En vind ik jou aan tafel met een wild vreemde man. En al woon je dan ook nog zo dichtbij, je hoort niet meer bij mij. Ja, is het beeldig of niet, hè? En dan vind ik jou aan tafel met een wild vreemde man. Dat is typisch Annie Schmid. Nou, gaan we eventjes naar het fluitketeltje. Nou, dat fluitketeltje, dat mag ik toch ook toch allemaal niet een slok. Dit vond ik, dit boekje. Uit 1950, dus het is 65 jaar oud. Ik ben toch trots op je gezegd. Het is eerst een stuk gelezen, zoals ik kan zien. Met de tekeningen van Wim Wijnen. Overigens de liedjes die in de familie Doorsnee werden gemaakt. De muziek daarvan was van Cor Lemaire. En die is later helemaal in de vergetelheid geraakt, omdat Harry Banning toen ineens een keuze werd. Maar het fluitketeltje, ik kan toch niet laten om het fluitketeltje even te lezen. Meneer is niet thuis en mevrouw is niet thuis en het keteltje staat op het kolenfornuis. De hele familie is uit en het fluit en het fluit en het fluit. Tuut. De pan met andijvie zegt foei o foei, hou eindelijk eens op met dat nare geloei. Wees eindelijk stil alsjeblieft, je lijkt me een locomotief. De deftige braadpan met lapjes en jus zegt goeie genade, wat krijgen we nu? Je kan niet meer sudderen hier. Ik sudder niet meer met plezier. Een keteltje jammert, ik hou niet meer op. Het komt door mijn dop, het komt door mijn dop. Ik moet fluiten zolang als ik kook en ik kan het niet helpen ook. Meneer en mevrouw zijn nog altijd niet thuis. En het keteltje staat op het kolenfornuis. En het fluit en het fluit en het fluit. We houden het echt niet meer uit. Jullie? En dan ook nog een van mijn favoriete rust. Niet maken. Dit heb ik veel gebruikt, mag ik wel zeggen, voor mijn kinderen en gelukkig later ook voor mijn kleinkinderen. Want dit is de vogel Bis, Bis, Bis. Kind, zei de moe van Rosalind, als jij het thuis niet prettig vindt, als jij blijft zaniken en blijft morren, als jij blijft luieren en blijft knorren, als jij blijft mokken en kniezen en zeuren, dan zal er nog wel eens wat anders gebeuren. Oh, wat zal er gebeuren, zei Rosalind. Dat zal ik je zeggen, zei moeder. Kind, dan komt de vogel Bis, 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 waar iedereen zo bang voor is. Ben niet bang, zei Rosalind. Zij was een heel ondeugend kind. Zij bleef maar zaniken, bleef maar morren, bleef maar luieren, bleef maar knorren, bleef maar mokken en kniezen en klagen, totdat op een van de najaarsdagen, daar kwam de vogel, oh kijk toch eens even, daar kwam de vogel door het luchtruim zweven. Dat was de vogel Bis, 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 waar iedereen zo bang voor is. Hij pakte de vlechtjes van Rosalind en vloog er vandoor, zo snel als de wind. En Rosalind ging aan het gillen en schreeuwen en brulde als 27 leeuwen. Daar vloog de vogel al boven de huizen. De mensen beneden hoorden het suizen. Ze keken naar boven en riepen, oh jee, dat beest neemt zo maar een meisje mee.
Dat is de vogel Bis, 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 waar iedereen zo bang voor is. De vogel vloog voort op de noordenwind, waar bracht hij het meisje Rosalind? Hij bracht haar verschrikkelijk ver hier vandaan, naar een eilandje ver in de oceaan. Daar wonen wel 1000 kinderen, die altijd en altijd maar hinderen. Die mokken en zeuren en klagen en morren en luieren en kniezen en drenzen en knorren. En daar bij die stoute broertjes en zussen, daar zit nu het meisje Rosalind tussen. En ze blijft bij de vogel Bis, 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 totdat ze weer lief en aardig is. Oh, dat is heerlijk. Dat was heerlijk om voor te lezen altijd. En na familie Doorsnee is Annie Spies onder andere gaan schrijven Pension Hommelers. Dat was ook televisie. En Heerlijk duurt het langst, dat was ik geloof een van haar eerste musicals, dat weet ik niet helemaal zeker, maar in ieder geval heeft ze toen ook geschreven. En in Pension Hommelers was ook weer een bonte verzameling van dames en heren die daarin woonden. En onder andere woonde daarin Donald Jones, die was ook en die noemden we de eerste Nederlandse neger. Ja, ik weet het, mag ik niet zeggen, maar toch noemden wij hem zo. En we waren allemaal dol op hem. En hij had, wat zo ontzettend leuk van hem was, dat hij een Amerikaans accent had. En dat hield hij ook en dat hoefde niemand af te leren. En dat was heerlijk. En die zoon, ik zou hem het liefst in een doosje doen. Ik zou je het liefst in een doosje willen doen en je bewaren, heel goed bewaren. Dan zou ik je verzekeren voor 1,5 miljoen. En telkens zou ik eventjes het doosje open doen en dan strijk ik je zo zachtjes langs je haren. Dan lig je in de watten en niemand kan erbij. Geen dief die je kan stelen, je bent helemaal van mij. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. En dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. En dan telkens even kijken met een zoen. Je mag er wel eventjes uit elke dag. Zeker, dat mag. Ja, een uurtje, dat mag. Laten we zeggen naar het Vondelpark even. Alleen om de eendjes even wat eten te geven. Maar ik hou je vast. Ook tegen je zin. En na een uurtje ga je het doosje weer in. Ik zou je het liefst in een doosje doen. En je bewaren, heel goed bewaren. Dan zou ik je verzekeren voor 1,5 miljoen. En telkens zou ik eventjes een doosje open doen. En dan strijk ik je zo zachtjes langs je haren. Dan lig je in de watten en niemand kan erbij. Geen dief kan je dan stelen. Je bent helemaal van mij. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. En dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. En dan telkens even kijken en doen. Ja, dat is heel dierbaar was dat. En dan, ja. Daarin, dat was in Heerlijk duurt het langst, in die musical. Het was een lied wat we allemaal gelukkig kennen, op een mooie Pinksterdag. Ja. En dat lied werd gezongen door André van der Heuvel. En Leen Jongewaard. En er was een enorme hit, een van de grootste hits uit Kom Kees, dat was ook een heel leuk liedje. Maar de Pinksterdag was dus. En op een dag was er op de televisie een uitzending van, ik weet niet meer van wat het voor lid was, maar er waren 2 jonge cabaretiers, dus niet André en Leen, maar 2 jonge mannen, en die dat niet zongen. Ja, en er is iets wonderlijks met het werk van Annie Schmid. Het werk van Annie Schmid is op zichzelf al zo leuk, dat je het niet leuk hoeft te maken. Je moet er niet, vooral niet leuk bij gaan doen. En als 2 jonge cabaretiers, het 2 keer terug, ik weet helemaal niet meer wie het waren, en altijd met goede bedoelingen. Je moet leuk zijn en niet leuk doen. Dat geldt voor alle comediespelen ook. Je moet leuk zijn en als je leuk gaat doen, dat als je een klucht speelt en je speelt dan nog eens leuk in een klucht, dan is die klucht niet meer leuk. En dat is met het werk van Annie Schmid ook. En er waren die 2 jongens die zongen dus die Pinksterdag,
Nou, niet leuk dus, maar goed, daar konden ze ook niks aan doen. Maar daar is een tekst in, onder andere, vader is een hypocriet, vader is een nul, vader is alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul. Ja. En wat zongen dus de jongens, vader is een hypocriet, vader is een nul, en ze alleen maar voor de centen. Vader is een nul, daar kan niet niks van. Dat kan nooit hebben. Nou, ik ben gaan zoeken en gaan vragen, nee hoor, vader is een nul. Ik dacht, absoluut niet, dat kan niet. Het is een nul, absoluut. Dat zou Annie nooit geschreven hebben, en zeker niet in die tijd. Maar toen kwam dit boekje uit. En toen dacht ik, gerechtigheid, heerlijk. Want dit is natuurlijk zwaar gecontroleerd en ik ga het opzoeken. Vader is een hypocriet, vader is een lul, staat hierin. Ja? Ik was echt geschokt, ik voelde een steek door mijn maag. Ik denk, dat kan toch niet. Kan toch niet? Ja, dat staat er prachtig in. Toen denk ik, hoe kom ik dat nou in godsnaam aan de weet? Godzijdank, André van Heuvel leeft nog. Ik heb hem opgebeld, hij is 88. En ik zeg tegen hem, André, vertel de Pinksterdag. Ja, als het heel gewoon was dat ik dat tegen hem zei. Ik zei, nou moet je luisteren. En dan was het zover en dan was het van, vader is een hypocriet, vader is een nul, zei hij. Ik zei, ben je dat nachtjes bellen? Nou, Nico Utrecht, Leona, weet je het zeker dat met een Nico? Ja, natuurlijk. Ik zeg, was het niet lul? Nee, zei hoe kom je erbij? Ik zeg, nou ja, het staat in het boekje. Het is niet waar, zei hij. Het staat er. Een drukfout in dit boekje. Ja, het is heel erg. Even zo goed zal ik het lezen. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon, liep ik met mijn dochter aan het handje. In het parkie, te kuieren in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eentjes voeren, eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos. Vader was een mooie held, vader was de baas. Mijn vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt op een mooie Pinksterdag. Met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop, zou je tegen alle grote jongens willen zeggen, handen thuis en lazen om. Heb u dat nou ook, meneer? Jawel, meneer. Precies als iedereen. Op een mooie Pinksterdag laat ze je alleen. Morgen kan ze zwanger zijn. Kan ook nog vandaag. Kan van de behanger zijn of van een Franse zanger zijn of iemand uit Den Haag. Vader kan gaan smeken en gaan preken tot hij purper ziet. Vader zegt, pas op mijn kind, het hondje bijt. Ze luistert niet. Vader is een hypocriet. Vader is een nul. Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul. Ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter aan het handje lopen kon. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Ja, als je nou over een rijm hebt, morgen kan ze zwanger zijn, kan ook nog vandaag, kan van de behanger zijn, of van een Franse zanger zijn, of iemand uit Den Haag. Ja, dat is toch subliem. Hoe krijg je het uit de duim gezogen? Het is fantastisch. Nou, en ik vind ook altijd, vader was een duidelijke mengeling van onze lieve heren. Ja, geweldig. Topzin, hè? Ja, dat wou ik lezen, natuurlijk. Die van u. Kijk, het bubbeltje heeft die van die van u. Die van die van u. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat voor het eerst, dacht ik, hey, God, vind jij wat een leuke titel. Ik wist helemaal niet, ik moet het eerst zeggen, ik had geen idee waar het vandaan kwam. Ik dacht, dat het fluitketeltje had nog begrepen of iets dergelijks, of door is het een voor mij kwart. Maar die van die van u begreep ik niets van. Maar gelukkig heb ik het gevonden. En hier komt het vandaan. De baard van koning Dagobert. Er was er eens een koning en hij heette Dagobert. Hij had een hele lange baard die alsmaar langer werd. Eerst kwam die baard tot aan zijn schoenen als de koning stond
Maar later sleepte zelfs die baard voortdurend langs de grond. De koning viel erover en dan riep hij, hé, Xantippe, ik denk dat ik die lamme baard nou maar eens af laat knippen. Dat was de koningin, Xantippe, en zij was niet mis. Ze riep, je baard is het enige mooie wat er aan je is. En als je hem laat knippen, Dagobert, die lange sik, dan krijg je nooit voor het lunch meer een gestoofde leeuwerik. Daar was de koning bang voor en hij liet zijn baard maar staan. Hoewel het heel erg lastig was, vooral bij het slapen gaan, dan moest hij hem voorzichtig over 6 katrollen hangen, want anders zat hij 's morgens in zijn eigen baard gevangen. En als hij at, dan had de koning 7 baardenhouders. Zij hielden dan zijn baard voorzichtig vast, zo langs zijn schouders. En op een morgen kwam de koningin naar binnen hollen en struikelde van kwaadheid bijna over de katrollen. Ze had een brief gekregen van een andere koningin uit het land ernaast. Ze las hem voor. En kijk, wat stond erin? Mevrouw, uw man zijn baard is lang, maar dit zeg ik u nu. Mijn man zijn baard is langer nog dan die van u. Wat is dat, die van u, zei koning Dagobert. Hij was altijd een beetje suf wanneer hij wakker werd. Hij zei de koningin, echt weer iets voor jou. Die baard dus van die man, bedoelt ze. Zo, begrijp het nou? Van welke man, vroeg Dagobert en liet zijn tenen wippen. Haar man zijn baard is langer dan de jouwe, riep Xantippe. Nou en, zei koning Dagobert, waarom zou dat niet mogen? Ze liegt, zei de koningin, het is allemaal gelogen. Ik zal ze een briefje schrijven om bij ons te komen eten. Dan zullen we die baarden wel eens heel nauwkeurig meten. En zondagavond was het zover, precies om 7 uur, toen kregen ze visite van de koninklijke buren. Hij heette koning Godevriend, zijn vrouw was Hildegaarde en na de griesmeelpudding kwam het meten van de baarden. Een jonkheer met een ellemaat, die knielde bij hem neer. En matse voor de zekerheid wel 22 keer. Toen zei hij, koning Dagobert werd en koning Godevriend, uw baarden zijn precies gelijk zoals u ziet. De koninginnen gingen heel teleurgesteld naar binnen. Ze hadden elk gehoopt de wedstrijd te zouden winnen. De koningen die bleven nog een poosje buiten zitten en hadden het uitvoerig over het probleem van klitten. Heb jij daar ook zo'n hinder van? En vroeg koning Godevriend, oh vreselijk, zei Dagobert, heus erger kan het niet. Wat denk je dan, zei Godevriend, wat denk je van de kapper? Lijkt me werkelijk een uitkomst, zei de ander dapper. En toen ze later binnenkwamen voor de thee met taartjes, toen hadden ze alleen nog hele kleine bakkenkaarten. De koninginnen vielen flauw meteen op slag, als blokken. Maar later op de dag zijn ze gelukkig bijgetrokken. Ze gaven allebei toen maar hun echtgenoot een zoen. Er was toch immers achteraf geen steek meer aan te doen. Maar het is toch wel jammer, want er zijn op deze aarde nu eenmaal niet zoveel meer van die hele lange baard. Die van u is dit dus, hè? Mijn man zijn baard is langer nog dan die van mijn vraag. Jammer dat Annie Schmid niet meer leeft. Ik zou ontzettend graag geweten hebben wat ze geschreven had naar aanleiding van onze onze Zwarte Pieten affaire. Daar zou ze toch wel eventjes, of het nou links of rechts was geweest, maar daar had ze toch zeker wat over gezien. Goed, hier is een beginnetje, zal ik maar zeggen. Het verhaal van Tante Mathilde. En dit is het verhaal van Tante Mathilde, uit Zegdorenbosch, die niet aan de Sint geloven wilde en altijd beweerde, waar zie Sint Mos? Die tabbert, die mijter, hij heeft ze gehuurd, is zomaar een mannetje hier uit de buurt. De hele familie verbleekte en trilde wanneer ze dat zei, onze tante Mathilde. Tantetje, wees toch voorzichtig, riep vader, als Pieter het hoort, wordt hij vreselijk kwaad. Het is 7:15, het uur komt al nader, daar wordt er geklopt, zometeen is het te laat. En werkelijk,
Nu ging het feest al beginnen. Tik, tik aan de voordeur. Daar kwamen ze binnen. Sint-Nicolaas statig en streng en rechtop. En Pieter die strooide met koekjes en drop. De kinderen zongen en juichten en gilden. Sint-Nicolaas lachte en wenkte zijn knechten. Het ging allemaal goed. Totdat tante Mathilde ineens hard ging roepen, die baard is niet echt. Ja, ze deed een paar stappen naar voren. Helaas, ze trok aan de baard van Sinterklaas. Het was of het hele gezelschap verkilde, wat dom en brutaal van de tante Mathilde. Wat zou er nu komen? Wat ging er gebeuren? Sinterklaas, hij werd dodelijk bleek en hij sprak, het spreekt me. Hoezeer ik het ook moet betreuren, maar tante Mathilde moet mee in de zak. Je snapt dat die kindertjes vreselijk schrokken. Ze kropen meteen achter moeders rokken. En tante Mathilde werd ze beet en werd woest. Ze schopte en trapte, maar het hielp niet. Ze moest. De volgende dag lag het schip aan de kade, een prachtig nieuw schip, gemikt aan de wal. En van allerlei werd in het ruim geladen. Ook tante Mathilde, met zak en al. De schimmel doodmoe van het daken bestijgen, stond boven op het dak nog aanmächtig te hijgen. De Sint wuifde vrolijk al heen en al weer en schreeuwde, tot ziens, tot de volgende keer. Het was frisjes en Pieter Baas blies in zijn wanten en hij vroeg Sinterklaas nog even dit, wat moeten wij straks beginnen met tante? De tante Mathilde bij ons in Madrid. Wat zeg je? Zei de Sint. Hij werd bleek om zijn neus. Daar had hij nog niet aan gedacht. En heus, zijn verdere leven met tante Mathilde. Daar ging bij hem thuis in Madrid. Hij rilde. Toen zei hij, laat tante Mathilde maar lopen. Zij is nu voldoende gestraft. Laat haar los. Ze maakte de zak vol tante open en zij kon terug gaan naar Sertogenbosch. De hele familie stond op haar te wachten en haalde haar binnen en ze huilde en lachte. En weet je wat tante meteen heeft gezegd? Toch weet ik het zeker, die baard is niet echt. We zullen het er verder maar bij laten. Met tante Mathilde valt niet te praten. Ja, het schaap Veronica. Weet je wat dat was? Het schaap Veronica. Dat was, ik geloof, iedere zaterdag in het Parool stond er een gedicht. Kom, zei het schaap. Er staat overigens niet in de bundel, maar het is niet anders. Ik heb hem. Kom, zei het schaap Veronica. Ik ga ze op visite. Ik ga ze op visite bij de oude dames Groen. Die zitten 's morgens vroeg al zo gezellig in de suite. Kom, zei het schaap Veronica, wat zal ik maar eens doen? Kijk, zei het schaap Veronica, een beetje brillantine, dat doe ik op mijn krulletjes. Zoiets, dat kan nooit kwaad. En nu nog gauw mijn sokjes aan, het is al over 10. Kijk, zei het schaap Veronica, zo kan ik wel op straat. Zo ging het schaap Veronica gezellig op visite. Ze liep het lindenlaantje door en drukte op de bel. De dominee moet open en hij liet haar in de suite. Daar zaten dan de dames Groen en ze zeiden wel, wel, wel. Daar is het schaap Veronica, het schaap met zwarte voeten. Hoe maakt u het, Veronica? Kent u de dominee? Ach, zei het schaap Veronica, ik ben blij u te ontmoeten. Wel, zeiden toen de dames Groen, zal het koffie zijn of thee? Nou, zei het schaap Veronica, graag thee met een beschuitje. Zo'n lekker Haags beschuitje, permitteert u dat ik sop? En weer is Lukje dat, hè? Ieder ogenblik een buitje. Zij het schaap Veronica. Ik stap me weer eens op. Dag dominee, tot ziens maar weer. Dag lieve dames Groen. Dag juffrouw schaap Veronica, zeiden de dames toen. En dat is altijd, dat hele schaap Veronica, het is allemaal hetzelfde metrum. Het klopt als een bus. Nog eentje schaap Veronica. En nee, zei het schaap Veronica, ik wil nog niet gaan slapen. We hoeven niet zo vroeg naar bed, toch? Het is toch zaterdag? Ja. Die twee dames en die dominee. En dat zegt, we hoeven nog niet naar bed. Het is toch zaterdag? Het is toch zaterdag? Wel, zeiden toen de dames Groen, we zitten al te gapen.
Maar even een verhaaltje nog voor het slapen gaan, dat mag. Dat is goed, zo sprak de dominee. Wat zal het dan eens wezen? De wolg en zeven geitjes, zei het schaap, zei Veronica. Toen nam de dominee zijn bril en ging het sprookje lezen van al die kleine geitenkinders zonder hun mama. En toen de geitenmoeder thuis kwam met een mand vol eten, toen waren al haar kinders weg. Begrijp je hoe ze schrok? De wolf was in het huis geweest en had ze opgegeten. Alleen het kleinste geitenkindje zat nog in de klok. Dacht, zei het schat Veronica, hoe kan dat nou gebeuren? Zo'n geitje kan niet in een klok, al is het nog zo klein. Het is wel eens, zei de dominee. Zit u toch niet te zeuren? Zo'n hele grote Friese klok, zoiets zal het wel zijn. Nou, zei het schaap Veronica, ik ken toevallig geiten, maar ik heb er toch nog nooit een met een Friese klok ontmoet. Wat drommel, zei de dominee, hier heb ik toch de feiten. Oh, zei het schaap Veronica, die feiten zijn niet goed. Kom, zei het toen de dames groen, nu is het verhaaltje uit. En wel bedankt, was prachtig hoor, wie wil er een beschuit? Mag ik nog? Ja, ja. Goed. Dit is Hendrik Haan. En ik geloof dat dat ook uit het pensioen is, maar dat weet ik niet zeker. Dag mevrouw van Voort, heb je het al gehoord? Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. Uren stond hij open, heel de keuken is ondergelopen. Denkt u toch eens even, en het zeil was net gevreven. Dag mevrouw van Doren, moet u toch eens horen. Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. 7 dagen stond hij open, heel het huis is ondergelopen. Denkt u toch eens even, alle meubels dreven. Dag mevrouw van Wal, weet u het nieuwtje al? Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. 7 weken stond hij open. Heel de straat is ondergelopen. Denkt u toch eens even, alle auto's dreven. Dag mevrouw van Kamp, weet u van de ramp? Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. 7 maanden stond hij open. Heel de stad is ondergelopen. Denkt u toch eens even, niemand meer in leven. Kijk, wie komt daar aan? Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan. Hendrik, hoe is het gegaan? Had je de kraan open laten staan? Oh, zei Hendrik, nog vast maar even. Het verhaal is zo overdreven. De keukenmat een tikkie wat nat, onverwijld, opgedweild, zo gebeurd, zo gedraan, zei Hendrik aan. Alle dames gingen vlug terug, teleurgesteld naar huis terug. Soms wou Annie wel eens een beetje opvoeden. En dan had ze dit. Troep op de stoep, Hendrik. Mevrouw A. Oh, mevrouw, komt u toch eens kijken naar die rommel op de stoep, dat is geen gedicht trouwens. Al die smeerboel blijft maar liggen, wat een troep. Ja, mevrouw, zei mevrouw B, het is een schande. Ik heb het al zo lang gezien en dat ligt daar maar te rotten. En het stinkt nog bovendien, het rijmt wel, sorry. En vuile dozen en papieren en het zit al vol met mieren, vieze blaren en daar slierten en die de hele buurt ontsieren. En er wordt niks aan gedaan. Waarom doet u niks aan? Wie, ik? Ja, u. Dat is toch niet mijn troep? Het is toch ook uw stoep? Nou, kom nou gauw. Doet u het zelf maar, mevrouw. Vraag het aan meneer hierboven. Kijk, daar komt hij net voorbij. Oh, meneer, moet u eens kijken. Wat een goor zwijnerij, meneer. Ja, mevrouw, het is schandalig. Ik heb het al zo lang gezien. Ligt hier al van gisteravond. Of nog langer soms misschien. Al die dozen die daar zwerven. En daartussen al die scherven, al die flessen. En die potten en tomaten die verrotten. Waarom wordt er niks gedaan? Waarom doet u er niks aan? Wie, ik? Ja, u. Het is nog niet mijn troep. Maar het is even goed uw stoep. Ja, kom nou, ga nou gauw. Doet u het zelf maar, mevrouw. Hier, vraag het aan de buurman hier. Die woont daar op nummer 4. Kijk, daar komt hij net de straat op. Kijk, nou staat hij voor de deur. Hij weet overal wel raad op, want hij is een ingenieur. Hé, hey, meneer. Ja, mevrouw. Wilt u even komen kijken, al die viezigheid op straat? Moet dat zomaar blijven liggen? Geeft u ons nou eens even raad.
Oh, het is een ellende. Ik roep het al de hele dag. Wat een bende, wat een bende. Dat dat allemaal maar mag. Lege kratten, lege potten en bananen die gaan rotten. Hele flessen en kapotten. En we zijn hier toch tenslotte niet in de buurt van hottentotten. Niemand die er wat aan doet. Wat vindt u nou dat er moet? Nou, een brief van de gemeente om eens flink te protesteren. Hooggeachte burgemeester ligt hier vol met rotte peren. Zou dat helpen, dacht u wel? Tja, dat moet je avonturen en het helpt ook niet meteen. Het kan een maand of 7 duren. Schrijft u eventjes die brief, alsjeblieft, alsjeblieft. Wie? Ik? Ja, u, ingenieur. Maar het ligt toch niet voor mijn deur? Maar het is toch ook uw stoep? Het is toch ook uw troep? Kom nou, ga nou gauw. Doet u het zelf maar, mevrouw. En zo ging iedereen weer verder. Iedereen daar in de buurt. En de boel is blijven liggen. Hoe lang denk je dat het duurt? Net zo lang tot iemand roept. Ook al is het niet mijn stoep. Kom, ik maak het even schoon. Heel gewoon. Heel gewoon. Ja, allemaal van die herkenbare dingen. Ja, zeer. Schreef ook en heeft heel veel cabaretjes geschreven. Voor heel veel mensen. En schrijft voor in dit boekje, dat ook uit 1954. Een tekst op zichzelf is niets. Het is een pop. Een slappe Jan Klaassen pop. Er moet iemand komen die zijn vingers erin steekt. En zijn stem en zijn bewegingen en zijn persoonlijkheid. Dan pas wordt het wat. En de schrijver zit dan op de eerste rij om te kijken wat het geworden is. Hij heeft zijn kind uitgeleverd aan een hoop gewezenloze acteurs. Ze zullen het vermoorden of tenminste mishandelen. En er niet uithalen wat erin zit. Dat wil zeggen, er is ook een kans dat ze er meer uithalen dan erin zit. En dat is natuurlijk prachtig. Daar hoort de schrijver blij om te zijn. Maar hij is het niet. Hij is nooit blij. Hij lijdt altijd, omdat hij nooit op het toneel ziet wat hij eens aan zijn schrijftafel heeft gezien toen hij het nummer bedacht. Dat vind ik zo goed. Dat is zo leuk, met een soort geld voor iedere schrijver natuurlijk. En als je je boek verkoopt voor een film of zoiets, dan krijg je zo'n film. En dan, dat lijkt dan helemaal niet op wat die schrijver ook in zijn... Dat kan heel mooi wezen, daar gaat het niet om. Maar, ja, dat trof mij ernstig toen ik dit was. Ik ging niet vrolijk, maar ik had ze aan. Dat is nou 12 jaar geleden. Het was in mei en zonnig met een blauwe lucht. Het was in 40. Ik had paard gereden en met die laarzen aan ben ik gevlucht. En met die laarzen aan heb ik gezeten. Het is nou voorbij. En alles bij elkaar zijn we de oorlog alweer lang vergeten. Maar af en toe, dan kijk ik er eens naar. Zo'n ding is op zichzelf niet zoiets raars. Gewoon een laars. Laars op zichzelf, daar is niks tegen. Maar kijk, wanneer het er miljoenen zijn. Miljoenen laarzen, dreunend op de wegen. En met daarachter één krankzinnig brein. Weet je nog wel, die laarzen die marcheren. Die laarzen die marcheren op de maat en die geen sterveling kan tegenhouden. Met geen geweld en met geen goede wil. En weet u nog het geluid dat zo benauwde? Die laarzen houden bij mijn voordeur stil. Maar goed, wij hier vanmiddag zijn met z'n allen, we zijn eraan ontsprongen aan die dans. Maar al die anderen die zijn gevallen, die hebben nu misschien... Een dorre krans. Eens kijken, waren het er 30 miljoen? Of waren het er soms nog meer? Laten we bedenken de volgende keer. Het zijn de laarzen die het hem doen. Wij zeggen, kijk, hoe gaat het mevrouw Karels? Ze zegt, oh, dank u wel. Heel goed, heel goed. Dat zal ook wel, want ze heeft weer zulke parels. Ze is weer dieker, ze heeft ook weer een hormoed. Soms wordt de vraag hoe gaat het wel eens pijnlijk. Soms is die vraag hoe gaat het wel eens mis. Wat zegt u? Mijn familie?
Dood, waarschijnlijk. Ik ben de enige die over is. En wij? Wij leven door. We zijn het vergeten. We hebben alles al weer opgelapt. Maar laarzen hebben veel op hun geweten. Zij hebben heel Europa plat getrapt. En als we alles eens preciezer wisten van al die kinderen zonder onderdak en al die zwervelingen en vermisten, dan zaten we niet zo op ons gemak. Kijk, er zijn het er 40 miljoen of zijn het er soms nog meer? Laten we bedenken de volgende keer. Het zijn de laarzen die het doen. Een laars is een schoeisel, vervaardigd uit rundweer. Dat zegt het woordenboek, meer zegt het er niet van. En mannen zoals Ruiter en Schrijder, die hadden dat rundweer een schoeisel aan. En daarmee trapten ze op onze mensen. Ze trapten op het hart en op de geest. Die laarzen kunnen ons nu niet meer deren, maar in de verte dreunt een nieuw refrein. Er zullen nieuwe laarzen opmarcheren, zolang er zoveel runderen zijn. Kijk, wordt het dan weer net als toen? Of hoe het ook mag zijn. Het is niet dat ene krankzinnige brein. Het zijn de laarzen die het hem doen. Nou, dit is... Alleen het stond niet in dit, in dat andere boekje, het fluitketeltje, daar staat voor in versjes van 6 tot 96 jaar. Ja. Dat schreef ze toen ze 40 was, voor in dat boekje. Dus toen had ze toch al een vooruitziende blik dat met deze dingen. Goedenavond, je kan het zo lezen natuurlijk nu. Hè. Ik zal eindigen met de Hoeksema's. Die Hoeksema's, oh, het zijn mijn beste vrienden. Ik zeg niks van ze hoor, begrijp me goed. Ik kan het altijd heel goed met ze vinden. Ja, zij is geen dame, hè, maar goed, die hoed. Hij gaat wel, ja, hij is iets bij de justitie. Maar oppervlakkige, geen verre blik, geen diepte. En hoe heet dat? Illusie. Ze zal er niet bij stil, hè, zoals ik. Nee, kijk mij nou, ik zit in 4 besturen. Behalve dan een damesklus in kras. Ik heb een geval vrouw, pedicure en dan mijn man nog en mijn ischias. Maar zonder schoonheid kan ik toch niet leven. Muziek en letteren is er bij mij altijd een hunkering naar Simon van het Reven. Ik hou mijn zachtere en mijn zie erbij. Kijk, dat is wel een jammer van de Hoeksema's. Ze zijn zo weinig erudiet. Ze zijn ontzettend aardig, die Hoeksema's. Maar dat, hè, dat hebben ze niet. Die Hoeksema's. Het is niet om het een of het ander. Ik mag ze graag hoor, maar het maakt me wild. Ze spreken altijd kwaad over een ander. Ze zijn, hoe zou ik het zeggen, weinig mild. Ze hadden het vanavond over Annie. Ik geef toe, die Annie, nou daar is iets mee. Zo'n jurk van dat salaris, nou dat kan niet. En dan dat hele van de, nee, ze is ook fout geweest, hè, tussen haakjes. Ah, maar het is toch eigenlijk ook wel een sneu. Zo'n moeder en die vader met zijn zaakjes, dat ligt toch helemaal aan het milieu. Het zijn verschrikkelijk ordinaire types. Maar laat ze onbetrouwbaar zijn misschien. Ik zeg, en dat is één van mijn principes, je moet het goede in de mensen zien. Kijk, dat is nou zo jammer van die Hoeksema's. Ze zijn toch wel een beetje hypocriet. Ontzettend aardig hoor, die Hoeksema's. Maar dat hebben ze niet. Die Hoeksema's, ik was nog even bij ze. We hadden het zo over al het leed. En toen opeens... Het was een van te eisen, toen voelde ik opeens hoe weinig het ze deed. De negers en de joden, al die rassen, al die displaced persons in hun hemd. Oh, als ik bij de naaister sta te passen, dan voel ik me van binnen zo beklemd. Ik zeg toch in de keuken tegen Mina, ik zeg, jij klaagt nou over al jouw ongerief, maar denk eens eventjes aan Palestina en aan die arme Gandhi, alsjeblieft. En Indië en al die kleine wrokken. En hier de woningnood, ontzettend cru. Dat 4 gezinnen in 1 kamer moeten hokken. Ik heb er niemand bij gekregen. U? Kijk, dat is nou zo jammer van de Hoeksema's. Ze zien allemaal hun eigen klein verdriet.
Ze zijn bijzonder goeie, hoor, die Hoeksema's. Maar dat hebben ze niet.